De eerste stapjes die worden nu al gezet. We zien dat wel al terug. Bijvoorbeeld een ASML die de verantwoordelijkheid heeft genomen om met name mee te gaan investeren in het verhaal van Van Gogh. Waar ze in Nuenen substantieel investeren in de ontwikkeling van de voorzieningen daar. En ik denk dat de volgende stap is bij bedrijven om dat op het gebied van landschap en de kwaliteit daarvan ook te doen. We weten van de expats dat ze, nou ja, we associëren ze met high-tech maakomgeving, maar die groene omgeving, die ruimte om te bewegen, om eigenlijk jezelf weer op te laden, ja, die is zo belangrijk. Expats komen hier naartoe en blijven hier echt tenminste 7 jaar. Maken een verbinding met het gebied. Als je het over high-tech hebt, juist die bedrijven hebben die groene omgeving zo ontzettend hard nodig, omdat dat een van de belangrijkste randvoorwaarden is voor het vestigen van nieuw personeel in hun gezinnen. Ja, dat Van Gogh Natural Park en dat landschap, dat begint letterlijk bij je voordeur. En die schoonheid die Van Gogh zag in de 19e eeuw, van dat landschap waar de mensen in werken iedere dag, ja, dat moeten we zelf ook leren zien en herkennen.